geen klets mee worden. Ik weet niet hoe het komt, want ik ben helemaal, van nature helemaal niet zo. Kijk je uit daar voor die sloot? Deze kisten komen drie beamers in, die gaan projecteren op die overhemden. En dat zijn, je ziet dat één, ze hebben allemaal missen een arm. En het thema is dan one-armed bandits. One-armed bandits. En nu ga ik de haspel pakken, want dan hebben we stroom vanaf het huis tot hier. Ja. Ah. Kijk. Ja. Deze moet boven even vastgemaakt worden met een knijper of een tang of zo. Ja. De Chinezen hier ook nog neerzet. Het heeft een heel andere manier van schilderen. Nou, dan moet je diepst doen. Dacht ik zelf. Compleet zo vies. Dus pak ik even de Chinezen. Varkentje, dat is nou omdat het ons zo'n lekkere ding leek om te knorren. Zo lekker, hè, tussendoor, dat bed is om te slapen en te dromen. Maar als je even tussendoor een beetje wilt knorren, dan ga je hier zo'n rustuin. Vandaar de varkentjes. Want we, kijk, in het hok van Doewa stond natuurlijk gewoon deze sofa en het bed en deze kast. En wij gaan natuurlijk niet die dingen weghalen. Dus moesten we dat doen met de dingen die er waren. En dit ding was toevallig wit. Ja. Dus dan kun je erop projecteren. Precies, dus eigenlijk hadden we een obsessie ook voor alle witte
Dus we wilden op de witte kippen projecteren, we wilden op de schapen projecteren. Alles wat wit was, dacht van, ha, daar kan je op projecteren. Maar helaas, de kippen gaan op stok. Wel makkelijker op zoek. We kunnen ook één box proberen eerst. Die box overgaan, nee, dat hoorde ik net. Ik hoor ook geen geluid.